Hey Scott, mooi. Je hebt nog helemaal geen vriendin toch? Nee, klopt. Heb je die app niet gedownload? Ja, maar die is toch maar net pas uit. Ik vond Jaspers, die kan met pensioen, want er is een dating app voor boeren. Wij zijn vandaag bij AgriMatching en we gaan even een kijkje nemen wat AgriMatching nou precies is. We zijn 4 jaar geleden ontstaan toen ik dacht, eigenlijk is er geen plek voor agrarische jongeren om elkaar te ontmoeten online. Dus we maakten een Instagram-account. Daardoor gingen we gewoon mensen om ons heen. Gingen we daarop plaatsen met wat gekke foto's. En dat ging eigenlijk zo hard dat we uiteindelijk 600 mensen met dus zo'n profieletje op onze pagina hebben geplaatst. Maar ik zie aan hem, hij heeft zoveel matches al dat hij gewoon de dates op de machine moet houden. Dus je hebt een feed waarop je allemaal fotootjes voorbij ziet komen van allemaal mensen waarmee je al gematcht bent. Zo kan je elkaar dus langzaam leren kennen. En dus kan je aanhaken op een voorbijkomende foto. Kijk, hij heeft tenminste wel gewoon goed voor elkaar. Nou, jij nog.